Wij weer terug met een apparatuur review en deze keer wel van de Smok Fitkit. Dat is iets nieuws, dat is een pot-systeem. Is eigenlijk in zover ik begreep heb in Amerika ontwikkeld met de Juul. Die acht alleen maar in Amerika te krijgen is, niet in Europa. En daar zijn ook heel veel andere fabrikanten van e-sigaretten het eigenlijk gaan namaken. Vooral in China, want wie maken de beste spullen? Nou, dat zijn de Chinezen. Dus ook Smok. Die hebben er meerdere. En ik heb de Fitkit gekozen. Omdat die gewoon goed te verkrijgen is in Nederland. En ik kon ook wel die ronde kopen. Maar ik vond deze, ja, deze is langwerpig. Dus die vond ik er beter uitzien. En ook heb ik een vloeistof van Vapor gekocht erbij. You're making me crazy. En dat is een vloeistof met nic salts. Dat is ook iets nieuws. Nicotine salts is een andere manier van nicotine. Zover ik heb begrepen, een andere manier van nicotine uit planten krijgen. Dat zeg maar in een soort korrel wordt opgeslagen. Het heeft ook een andere manier, wordt ook opgenomen. Dit wordt sneller opgenomen door je bloed. Wordt gezegd. Dus ik ga het zien. Maar ik zou zeggen, kom dichterbij. Dan laat ik zien wat er in een doosje zit en hoe je de pot kan vullen. Nou, welkom terug dichterbij. Jij zit nu heel dicht met mijn stem bij de camera. Dus ik probeer wat zachter te praten als normaal. Aangezien ik nog steeds mijn microfoon niet aan de praat heb gekregen in het nieuwe systeem. Maar in ieder geval, dit is dus de verpakkingen van de twee. Ik leg de vloeistof even opzij. En dan gaan we dus met de Smok Fitkit beginnen. Nou ja, zoals vaker bij Smok, een sleeve. Met daarop een QR-code. En dat het nicotine bezit. En bladibladibla. Niet van belang. Nou ja, misschien dit een beetje. De authenticiteits QR-code. Wat van belang is, is deze. Zo. Doosje eraf. Dekseltje eraf. Wat zit erin? Twee pots. En de accu. Heel simpel systeem. Er zit geen knopjes of wat dan ook. Het is draw to activate. Dus gewoon inhaleren om het te activeren. Nou, dan halen we de bovenste laag eraf. Dan zit daaronder een heel handig naaldflesje. Want de openingen van de potsystemen zijn erg klein. Een USB-kabel om de accu mee op te laden. En een gebruiksaanwijzingboekje in het standaard nepleren printje. In verschillende talen hoe die werkt. Nog een attentiekaartje. En nog zo'n zakje met siliconen ding. Bla. Zat er ook eentje bovenop, maar die heb ik al weggegooid. Zo. Die lekt er even uit. Die stop ik weer terug. Gaan we naar de potsysteem. Ja. Het systeem en de pot. Nou, dit is dus de pot. Het is klein. Ze inhoud van 2 milliliter. En dat werkt heel makkelijk. Je klikt het erop. En je hoort ook een klik. En het zit vast. En met een beetje kracht krijg je het uit. Een van de redenen waarom ik ook voor deze gekozen heb. Is omdat deze hier aan de zijkant gevuld wordt. Met deze kleine opening. Heel veel potsystemen worden gevuld aan de onderkant. Dus ja, dan moet je elke keer je pot eruit halen om te kunnen bijvullen. En deze kan je gewoon bijvullen terwijl je hem erin laat zitten. Dus dat gaan we doen. Dan gaan we de vloeistof erbij pakken van Vapor. Jamaican Be Crazy. Goed schudden voor gebruik. Ga ik eerst proberen of het me zo lukt. Om hem dus zo te vullen. Wat
redelijk lukt. De opening is net groot genoeg dat deze opening er makkelijk in kan. Dus ja, zelfs het vullen gaat redelijk makkelijk. Deze sets zijn ook echt bedoeld voor starters. Voor mensen die nog niet eerder gedampt hebben. Of voor mavelongers. Dus ja, wat kan ik er voor de rest nog meer over zeggen? Hij is klein. Hij is heel klein. Even naast mijn Ayo. Nou, net zo groot. Alleen een stuk dunner. Hij is echt heel dun, heel klein. Maar ja, ik zou zeggen, we gaan weer naar boven. Dan gaan we eens zien hoe die dampt. Nou, welkom terug boven. Dit is hem, klein apparaatje. En als het klopt, dan zou hij dus zodra ik in de leer moeten activeren. Ja. Dus als je inhaleert, dan gaat ook het blauwe lampje branden. Blauw-wit, ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Smaak is goed, tropisch. De hitte is ook goed. Zo. Ik heb de vloeistof in 20 milligram genomen. Ik had cookies dus 20 of 10. Ik dacht, neem 20. Er werd heel veel op YouTube ook geadviseerd om wat hoger nicotine te nemen. Maar ja. Er komt niet zo heel erg veel damp vanaf. Maar dat hoeft ook niet, want het is gewoon een klein starter setje. Het is ja. Dus ook een beetje een stealth setje misschien. Weet je, gewoon mak in je broekzak. Het voordeel van deze is wel dat je niet hoeft na te denken of je je mond op aan of uit hebt gezet. Want hij heeft geen aan of uit. Hij werkt alleen maar als je inhaleert, dan gaat hij aan. Net zoals ja, die eerste generatie Sigalites. Waarvan je nooit wist of nou de cartridge leeg was of de accu nou leeg was. Nou, bij deze kan je in ieder geval goed zien of je pot nog vol is of leeg is. Je kan het ook makkelijk eruit halen en dan ze helemaal goed zien. En zover ik begreep gaat het lampje knipperen als die leeg is. Maar dat weet ik nog niet. Daar kom ik volgende maand op terug. Nou, de luchttoevoer is wel strak, maar niet al te strak. Dus ja, precies strak genoeg naar mijn idee. Nou, even over de vloeistof. Hij is tropisch. Met een beetje mango, een beetje ananas. De smaak is goed. Voor een maatverlangapparaat is de smaak zeker goed. Niks zal het zijn ook echt alleen voor maatverlangapparaten. Eigenlijk voornamelijk ontwikkeld voor de pot. Maar ook voor andere maatverlangapparaten. Ik zou geen Nixholz in een direct long apparaat doen. Sub-ohm, grote wolken. Dat zou ik niet doen. Ik denk dat je dan ook drie hijsjes misselijk bent. De zogeheten nicked out. Ja, wat kan ik er nog meer over zeggen? Ja, ik vind hem wel fijn in gebruik. Dus hij is klein en schattig. En stelt hij. Kijken of ik er ook helemaal mee kan stelten. Nou, zo goed als. Ja. Dus volgende keer als ik uit eten ga, gaat deze zeker mee. Of als het dadelijk slechter weer wordt, mee de kroeg in. Maar dat was het weer voor vandaag. Jullie zien mij binnenkort terug met de volgende van de T-Juice, de Bubblegum. En volgende maand krijgen jullie natuurlijk van mij de update over deze. En tot die tijd, jullie weten het, stop met roken en ga dampen. Vond je het filmpje leuk? Like het. Wil je meer zien? Druk dan ook op het belletje en dan krijg je een melding wanneer we nieuwe filmpjes online hebben staan. Heb je vragen of opmerkingen? Kan je ze hieronder achterlaten. En natuurlijk ook via onze website of Facebook en tegenwoordig ook via Patreon. Maar in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer weer. Bye bye!